Leuk om eigenlijk te weten waarom u lid bent van de Plattelandsvrouwenvereniging. Nou, waarom ik lid ben, ze heeft me al verschillende keren gevraagd vroeger om lid te worden. Maar toen zei ik altijd, dat is iets voor alle vrouwen en niet voor mij. Nee. Maar als hij achter in de bosjunnen woont en ik ben naast bij, dan leer je eigenlijk ook niemand kennen. En daarom ben ik dus lid geworden van de Plattelandsvrouwen. En als reden daarvan een mensenkennis op te doen, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, ja. Ten tweede, je hebt allerlei cursussen en er is altijd wel wat bij van hoe je een garing wat je zelf leuk vindt. Wat je nog niet kent. Wat je nog niet kent natuurlijk. Ja, ja. Ten derde, dat is, er zijn nog wel eens discussiegroepen, praatgroepen en daar doe je ontzettend veel op, alhoewel er steeds we hebben heel vaak ontspanningsavond, dat vinden we toch ook wel heel erg belangrijk. Ben je er ook altijd mee? Ja hoor. Ja? Ja. Ga je er graag heen? Ja. Altijd op tijd of niet? Ja, keurig op tijd. Ja? Ja. Wat is de leukste avond wat je kunt herinneren? Oh, dat vind ik moeilijk. Ja? Dat vind ik heel moeilijk. Wie hebt dus trouwens vorig jaar heel dus Brazilië avond, heel dus met Annie en Annie heel het dus samen georganiseerd. Steed dus ook nog een stukje van op de film, dus dat Sjoestraakje is dan ook denk ik nog wel. Ja. Dus dat was heel leuk, de voorbereiding, en ik dacht dat de avond ook erg geslaagd was. Ja, leek mij ook. En verder organiseer ik dus de cursussen. Alle cursussen? Alle cursussen dus. De organisatie van de cursussen? Ja, de organisatie. En dat houdt in mensen voor, bij elkaar halen die verstand hebben van cursussen geven en de leden daarvoor? Ja, zoiets, ja. Ja, ja. En is er veel animo over het algemeen? Of zijn er bepaalde cursussen die voorkeur hebben? Ja, dus creativiteitscursussen of zoiets wat met handen gedaan moet worden is natuurlijk wel de voorkeur. Maar we hebben dus van het jaar Engelse cursus. Moet ik even spieken? Bloemschikken, dat is dus ook heel erg in trek. Reanimatie hebben we van Johan al gehad. Creatief koken, dat is ook heel erg een succes geworden. Nu heb ik pas weer een nieuwe cursus Beter Bewegen. Dat is wel voor wat oudere dames, maar erg leuk. En er wordt tevens ook theorie gegeven. Eerst een uurtje theorie en dan een uurtje gymnastiek. er wordt hier ook alweer vreselijk gelachen, maar Betta doet er ook aan mee. Zullen we zo Betta ook even vragen? Ja. Hè? Ja, nou en verder, ja goed, er zijn al zoveel volksschilderen is er onder andere al geweest. Hinderlopen schilderen hebben we wel gedaan, vuurtje hebben we spinnen gedaan. Ik heb laatst gezien op een aanplakbord dat jullie ook economische voorlichting of bijscholing doen van plattelandsvrouwen. Komt daar ook nog wel eens wat van? Dat weet je niet. Agrarische voorlichting. Ja, we hebben dus nog wel een cursus ook van de agrarische commissie. Dat heet Doe meer met minder. En die cursus die begint dus ook over 14 dagen. Dat is wel iets van de agrarische commissie dus. Okay. Maar verder weet ik er heel weinig van. Zullen we nou Betta even vragen hoe het haar vergaat met... Beter bewegen, want dat is erg leuk. Oké. Okay. Beter bewegen. En Gitta? Ja, en er was theorie bij en ook praktijk dan, hè. En nou, we kregen eerst theorie, want we meen nou al die tijd maar loopplaats en zo. Maar die man die vertellen eerst ontzettend interessant, was leuk, leerzaam. Ook vooral mensen met heup, met de heup en zo. Ja. En, maar toen moesten we dan gymnastiek zelf doen. Nou, en dat ging ervan, ik was bek af, dat heb ik ook wel verteld. Ja, kon je wel met de handen op de grond komen? Met de handen op de grond, op een gegeven moment moest je weer achteraf liggen, hè, en dan moest je zonder uw hand te gebruiken, moest je op tennen komen, maar daar kwam bij mij niks van terecht. En bij de anderen ook niet. Nee. Maar, het was wel gezegd.